Nou, welkom allemaal. Ook eventueel mensen die in Delft via de broadcast met ons meekijken. Mijn naam is Mark Vletter. Ik zal in 15 minuten een korte introductie geven op onze nieuwe dienst Organization Connect. Marlon Buntjer en Harold Dijkstra zitten hier links vooraan, zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het product. Heeft vele vragen, graag aan het eind van de presentatie. Technische vragen zullen door hun beantwoord worden. Even een korte introductie op deze presentatie. We beginnen met de introductie op Voice. Wat zijn wij en wat doen we ook alweer? Daarna gaan we kijken hoe een dag eruit ziet indien men Orgcon zou gebruiken of Organization Connect. Daarna gaan we kijken hoe medewerkers hun beschikbaarheid kunnen beheren. We gaan in op de bijzondere functies van Organization Connect. We kijken naar een kleine demo en daarna kunnen we vragen stellen. Voice, wat doen wij? Een jaar geleden zijn we begonnen met het ontwikkelen van producten die koppelingen kennen tussen internet en telefonie. Een van die dingen die we doen is anoniem bellen. Dat is een module die je kunt integreren bij dating en bij veilingsites. Daarbij wordt er van een normaal telefoonnummer, daar wordt een schild omheen gevormd van een 0900 nummer en een doorkiescode. Een tweede dienst die we hebben draaien is Steun Nu. Dat is een telefonische donatiedienst voor caritatieve instellingen. En er komt nu een product bij, voornamelijk voor het MKB, en dat heet Organization Connect. Wat is Organization Connect of Orgcon? Orgcon is een web-based telefooncentrale. Dat betekent dat je via het internet je telefonische organisatie in kunt richten. Naast dat een beheerder zo'n telefonische organisatie in kan richten, kunnen medewerkers zelf opgeven op welk toestel zij bereikbaar zijn. Dat kan een mobiel toestel zijn, dat kan een VoIP-client zijn, dat kan een toestel thuis zijn. Hierdoor zijn medewerkers flexibeler in hun telefonische bereikbaarheid. Naast dat stukje functionaliteit wordt er ook intelligent doorgeschakeld, wat betekent dat er altijd wordt gezocht naar een beschikbare medewerker. Hoe kun je dat nou het beste illustreren? Nou, dat kun je het beste illustreren door een voorbeeld te nemen. In ons voorbeeld hebben wij Erik. Erik is werkzaam bij een groothandel in Schroeven. Op het moment dat Erik 's ochtends op zijn werk komt, dan meldt hij zich via zijn pc aan als telefonisch beschikbaar op het toestel van zijn werk. Inkomende gesprekken worden op dat moment doorgeschakeld naar zijn toestel van het werk. Inkomend gesprek, een klant belt. Wij zien, dat telefoonnummer dat hoort toe aan Erik. Is Erik op dit moment bereikbaar? Zo ja, op welk toestel? Nou, Erik blijkt bereikbaar en we schakelen door naar het toestel van zijn werk. Even later heeft Erik een afspraak met een klant. Voordat hij vertrekt geeft hij aan van, ik ben op mijn mobiele telefoon bereikbaar. En vervolgens worden alle inkomende gesprekken doorgeschakeld naar zijn mobiele toestel. Nou, hij komt bij de klant aan. Het is natuurlijk vervelend als je in een klantgesprek wordt gestoord. Dus hij besluit dan niet meer beschikbaar te zijn. Dat geeft hij door. Op dat moment worden de inkomende gesprekken doorgeschakeld naar een collega van hem die in dezelfde kennisgroep of afdeling zit. Nou is Erik accountmanager. Dus er wordt een andere accountmanager gezocht die voor hem het inkomende gesprek af kan handelen. Een bellende klant krijgt dus altijd iemand aan de telefoon. Het kan ook zo zijn dat hij kiest om zijn secretaresse die functie op zich te laten nemen. Dat er even een terugbelafspraak wordt gemaakt. Maar dat bepaalt hij zelf. Nou, Erik vertrekt op een gegeven moment. Hij heeft 2 uur bij die klant gezeten en ze zijn er helemaal uitgekomen. Hij zit op dit moment dichter bij huis dan bij zijn werk. Dus hij besluit op het toestel thuis verder te werken. En hij rondt daar de laatste gesprekken en dingen van de dag af. En op dat moment worden inkomende gesprekken dus doorgeschakeld naar zijn telefoon thuis. Nou, hoe geeft hij nou die beschikbaarheid door? Dat kan op meerdere manieren. Een van de manieren is via een lokale client. Het is een client die voor Windows geschikt is en die bij hem op zijn thuis-pc kan draaien, maar ook op zijn pc van het werk. Door te klikken op een klein icoontje wat onderin zijn pc draait, krijgt hij een klein menuutje te zien. En daarin kan hij opgeven of hij al dan niet beschikbaar is en zo ja, op welk toestel. Nou, hier staan wat mogelijkheden. Dit is één van de manieren waarop hij het kan doen. Een andere manier is dat hij inlogt op de internetpagina van Organization Connect en daar opgeeft of hij beschikbaar is via een internetsite. Een derde manier is om dat te doen via een mobiel internetapplicatie. Dat kan zo zijn dat het op een PDA zit, het kan ook zijn dat het op een mobiele telefoon zit. In dit geval hebben we voor een iMo-toestel gekozen en daarmee kan die opgeven, ik ben wel beschikbaar, zodat hij ook als hij onderweg is, gewoon zijn bereikbaarheid kan blijven beheersen. Wat bijzondere functies, even een aantal voorbeelden, er zit veel meer in natuurlijk, maar even om aan te geven wat er nou zo bijzonder aan is. Op het moment dat Erik niet bereikbaar is, dat kan zijn omdat hij in gesprek is, omdat er al een gesprek naar hem doorgeschakeld is, of omdat hij heeft aangegeven zelf van, ik ben niet meer beschikbaar. Op dat moment
dan wordt het doorgeschakeld naar een collega van hem. Of iemand anders die op dat moment wel beschikbaar is. En vaak is dat iemand uit dezelfde kennisgroep of uit dezelfde afdeling. Stel je voor dat iemand niet opneemt binnen bijvoorbeeld 10 seconden, maar dat kan op 12 seconden zijn of 2 seconden. Dan wordt er doorgeschakeld naar een andere persoon die op dat moment die functie van hem overneemt. Het kan natuurlijk zo zijn dat iemand even van zijn werkplek weg is waar naar zijn toestel zijn gesprekken worden doorgeschakeld. En dan kan er even iemand anders opnemen omdat er na 10 seconden iemand anders wordt geselecteerd. Op deze manier krijgt een bellende klant dus altijd iemand aan de telefoon. Gaan we even door naar een demo. Hoe ziet dat eruit? Het grote vlak is Voice, onze organisatie. We hebben als centraal nummer het nummer wat eindigt op 40. Daarnaast kennen we twee afdelingen, een afdeling support en een afdeling sales. Die afdelingen zou je ook eigen telefoonnummers kunnen geven, daar hebben wij niet voor gekozen. We hebben ervoor gekozen om de medewerkers een eigen persoonlijke nummer te geven. Marlon en Harold zitten in de groep support, ik zit in de groep sales voor deze demo. Er zijn 3 toestellen waarop ik bereikbaar kan zijn, mijn mobiel, mijn werk, en dat is een VoIP client, of mijn toestel thuis. Harold zal even naar mij bellen om aan te geven hoe dat werkt. Harold simuleert in dit geval de bellende klant. Nou, ik kom 's ochtends op mijn werk. Ik log in. Er staat op dit moment dat ik niet beschikbaar ben. Ik ben gisteravond natuurlijk niet meer beschikbaar geweest. Ik zeg van ja, ik ben wel beschikbaar. En ik ben beschikbaar op mijn mobiele telefoon. Mobiel van mijn werk. En ik wijzig dat. Op dit moment gaat Harold contact met mij opnemen. En als het goed is, zal deze telefoon overgaan, want dit is het mobiele toestel van mijn werk. En hij gaat over. Sorry. Op dit moment gaat dus dit toestel over. Nou, ik neem dat toestel op en we hebben een telefoongesprekje. Even later zeg ik van nou, ik ben op mijn werk aangekomen, dus je kunt doorschakelen naar de VoIP client die op mijn werk draait. Ik wijzig dat. Nou, werk, VoIP. Op dit moment kan Harold mij bellen en als het goed is zal de VoIP client die op deze PC draait dan overgaan. Ring, ring. Rechts onderin. Nou, op dit moment kan ik dat gesprek aannemen. En Harold, je mag wat zeggen? Bye-bye. Nou, dat wordt dus doorgegeven aan mijn VoIP-client. Stel ervoor dat ik niet bereikbaar ben. Dat kan zijn omdat ik in gesprek ben. Of doordat ik bijvoorbeeld gewoon heb ingesteld dat ik niet bereikbaar ben. Dan wordt er iemand anders uitgezocht uit de organisatie. Dan wordt er normaal iemand van mijn afdeling gezocht. Maar ik zit in mijn eentje in de afdeling sales. Dus op dit moment wordt er gekeken naar de hele organisatie en wordt gekeken wie is te bereikbaar. En als het goed is, is dat Marlon. Dat gaan we even kijken. Marlon heeft dus ook opgegeven dat hij beschikbaar is. In dit geval is Marlon beschikbaar op zijn mobiele telefoon. En Marlon zijn telefoon zal dus overgaan. Op deze manier is Voice en ik zelf, bijvoorbeeld mijn 44 nummer of Voice op zijn 40 nummer, altijd telefonisch te bereiken. En we missen dus geen inkomende gesprekken meer van klanten. Nou, wat zijn nou de grootste voordelen van Organization Connect? Ten eerste krijgt een klant altijd iemand aan de lijn. De grootste frustratie bij klanten is dat zij niet telefonisch te woord gestaan worden of een voicemail krijgen of hele ingewikkelde IVR-systemen. Op deze manier is er altijd persoonlijk contact. Dat waardeert die klant. Die heeft daar minder irritatie door en is tevreden. Nieuwe klanten kunnen jou ook bereiken. Als een nieuwe klant jouw organisatie belt en jij bent niet bereikbaar, wat op 60% van de inkomende gesprekken gewoon gebeurt, dan zoekt je wel iemand anders die wel bereikbaar is. Dus je verliest daarmee gewoon klanten. Een derde voordeel is dat je minder terugbelacties hebt, omdat je niet hoeft terug te bellen. Je hebt geen voicemailberichtjes meer. Je collega's hebben eventueel je gesprek kunnen afhandelen. Nou, daarnaast sluit dit product zeer goed aan op een VoIP-platform. Je zag net zelf dat er bij ons een VoIP-toestel overging. Je kunt je voorstellen dat je een nieuw pand inricht of een nieuwe plek inricht, dat je volledig over kunt gaan naar Voice over IP, wat een kostenbesparing met zich meebrengt. Een klant die jouw nummer heeft, hoeft maar één nummer te onthouden. Niet het nummer van je werk en het nummer van je mobiel en eventueel jouw privé-telefoonnummer. Nee, hij heeft één persoonlijk telefoonnummer van jou en jij bepaalt zelf waar je dat termineert. Een ander voorbeeld is dat mensen medewerkers flexibeler zijn. Ze kunnen zelf bepalen waar, wanneer, hoe laat zij wel al dan niet telefonisch bereikbaar zijn. Dat kan dus ook gewoon thuis. Ze kunnen makkelijk thuis werken. Het kan ook zo zijn dat ze gewoon zeggen, ik ben vandaag niet beschikbaar, want ik heb een opdracht, dus ik moet daarmee klaar. En in plaats van dat ze een toestel uitzetten en gesprekken mislopen, worden die toestellen dus door een collega van hen afgehandeld. Dus medewerkers flexibeler en de organisatie is niet meer gebonden aan een fysieke locatie. Ik kan gevestigd zijn hier, ik kan gevestigd zijn in Delft,
Mijn telefoonnummer kan hetzelfde blijven. En het sluit daarmee ook heel mooi aan op 088 bedrijfsnummers, die ook niet gekoppeld zijn aan een fysieke locatie. Nou, dat is in het kort even Organization Connect, in een 10, 15 minuten. En natuurlijk is er dan ruimte voor vragen, dus zijn er vragen?